En we zijn nog niet helemaal uit Sochi, want Luc heeft ook nog wat te vertellen over Sochi. Jazeker, er is goed nieuws namelijk. De Amerikanen hebben ook kennis gemaakt met ons. Er is oorlog aan tafel, zie ik. Ja. Geen oorlog aan tafel. Er worden nootjes. De Amerikanen hebben kennis gemaakt met onze schaatscoach Jillert Anema. En dat beviel ze niet al te best. There's all this controversy about the Under Armour suit that the Americans long track was wearing, and whether or not that was a cause. And I wanted to ask you, do you think that that was one of the reasons why the Americans didn't do well, the suit? Yeah, the suit was one of the reasons, but not because it was bad, but because they believed it is bad. Because for skating, you have to believe in yourself, like Americans always do. Americans always believe that they're right, always believe that they're the best, yeah? But that's not true. When you just go abroad, yeah, and you look at the rest of the world, yeah, you can stay inside in your own country. You can make an own game, like American football, yeah? Do it your own and think you're the best of the world. But no way, when you play soccer, man, you're just not half. You're not belonging to the top 30 of the world. So quit when you come every 4 years, you come to Olympic Stadium and you want to fight the rest of the world, then you know your place. Right. And you got zero medals. Zero, man. Nou, mevrouw Schippers, ik denk dat u een telefoontje kunt verwachten van meneer Kerry. Van Mr. Schippers, what's that? Nou, daar komt hij al, dan wil hem diplomeren. Ru, ga er vandoor. Ja, geen schaatsen vandaag. En dus kijkt de hele wereld een beetje om zich heen. Hè. Bijvoorbeeld naar het curlen. Canadese vrouwen werden vandaag Olympisch kampioen. Ze versloegen Zweden met 6-3. Maar dat is misschien wel de laatste keer, want ook in Brazilië zijn ze hard aan het trainen voor het curlen. Zo ziet dat eruit. Zo doen ze dat in Brazilië. Met een theepotje, schat ik zo in. Zet hem op, jongen, zet hem op. Was ook nieuws vandaag. De Internationale Schaatsunie wil het schaatsen spannender maken bij de volgende winterspelen. Bond overweegt de Masstart Olympisch te maken. En er zou ook een gemengde ploegenachtervolging moeten komen. En ook interessant, de voorzitter van die Unie die zegt dat Nederlands schaatssucces eens een keertje onderzocht moet worden. En ondertussen vermaken veel sporters zich uiteraard in hun hotel. Hè. Op dit moment, dat moet je anders. Alleen de vraag is of Kate Hansen wel een beetje lekker geslapen heeft. Want zij kwam deze wolf tegen in haar hotel. Die liep daar gewoon een beetje rond te sjokken. Dat is een herder. Dat is geen wolf, man. Nou ja, zij zegt dus zelf dat dit een wolf is. De husky. Een wolf is ongeveer 2 keer zo groot. Precies. Het laatste nieuws is nu dat dit waarschijnlijk een grapje is van jouw collega uit Amerika, Jimmy Kimmel, van de Late Night. Die zou deze hoax hebben opgezet met haar. Dus, een hele lelijke husky. Ondertussen is Irene Wüst zich aan het opmaken voor de ploegenachtervolging. En het ziet er zo uit. En gelukkig, het chagrijn van voorheen is weer helemaal weg.